Kamagurka is op tournee met zijn nieuwe one-man-show Vliegangst op de pechstrook. Het is eigenlijk begonnen met een droom eigenlijk. Een droom waarin dat ik in een immense file terecht kwam. En na x aantal tijd, want in een droom is dat altijd moeilijk om te zeggen hoe lang, maar in één keer leek het alsof dat ik daar heel mijn leven in die file stond eigenlijk. Passeren we een soort peage en lost die file op en de file verdwijnt volledig. En eigenlijk zijn er totaal geen auto's meer. En ben ik helemaal alleen op de baan en raak ik in paniek eigenlijk en begin ik die file bijna te missen. Op dat moment komt er zo'n flik naar mijn auto. Zegt, je mocht hier niet staan, hè. Sorry, maar ik sta in de file. Dat zijn ze allemaal. Ik heb nog nooit gehad dat ik zo dacht van, weet je, ik vind dat niet leuk. Dat is altijd geestig. En er is eigenlijk niemand anders die daar ook maar iets van weet, wat dat er hier gebeurt vanavond, dan mijn publiek en ik. En dat is dan zoiets, dat vind ik super, want tegenwoordig, ja, de social media, Twitter, Facebook, tv, iedereen ziet alles en iedereen en heeft op alles en iedereen commentaar. En hier is dat, boom, vrij close, vrij. Ja, een paar honderd mensen en een artiest. En dat is geweldig. Ik sta in de file en naast mij, staat een cabrio. Een Saab. Hoe zeg je dat hier? Een auto met een... Hoe zeg je dat hier zo? Een cabrio. Een decapotabel eigenlijk. Zoals ze zeggen. Een cabrio met een noemdak. En in die cabrio zitten drie mannen. Waarvan één... aan het stuur. Soms is het heel flauw en soms is het heel scherp. Ik hou van contrast. Dat is heel belangrijk. En je kunt geen goede grap maken als je ook niet een keer een flauw maakt. Versta je? En het rare is dat soms de zaal luider lacht met die flauw dan met die hele goede. Dat is ook altijd... een reden waarom dat ik graag blijf optreden, omdat het mij ook altijd blijft verbazen, hè, is dat u blijft verbazen, blijft het doen. Op het moment dat het mij niet meer verbaast, ga ik zeggen van oké, ik heb het gezien.